Hey, leuk dat je kijkt naar weer een nieuw filmpje van DigiStudies over fotosynthese. Daar gaan we het vandaag namelijk over hebben. Vooral over de basis, dus wat is het, wat gebeurt er, over het proces wat erachter zit, daar kan je in het volgende filmpje meer over leren. Dit is dus puur de basis. We gaan het vandaag dus ook hebben over fotosynthese in het algemeen, de reactievergelijking van fotosynthese, licht- en het actiespectrum. Chemosynthese, een andere vorm van fotosynthese, en koolstofassimilatie. Wat is fotosynthese? Fotosynthese is het proces wat in planten en ook bomen plaatsvindt, waarbij dus water en koolstofdioxide met behulp van zonlicht worden omgezet in zuurstof en glucose. Nou, fotosynthese. Allereerst hebben we natuurlijk gewoon een plant, bijvoorbeeld een boom. Je ziet hem hier mooi staan. Je hebt de zon, die zorgt voor zonlicht. Dat is een van de componenten die we nodig hebben voor fotosynthese. We hebben hier een wolk. Ja, het regent wel eens, ook hier in Nederland. We hebben water nodig voor fotosynthese. En we hebben hier een hond. Want we hebben ook koolstofdioxide nodig voor fotosynthese. Dus. De zon, zonlicht, koolstofdioxide en water. Wat gebeurt er dan? In die boom vindt een proces plaats. En door het proces wordt koolstofdioxide en water met behulp van zonlicht omgezet in glucose en in zuurstof. Maar waar gebeurt het dan precies in die boom? Nou, misschien weet je het al. Het zijn natuurlijk de bladeren die ervoor zorgen. In zo'n blad zitten namelijk bladgroenkorrels, ook wel chloroplasten genoemd. Hier hebben we zo'n bladgroenkorrel. Dat wordt namelijk dus koolstofdioxide samen met water, met behulp van zonlicht, omgezet in zuurstof en glucose. Als je meer wil weten over chloroplasten of de plantencel in het algemeen, klik dan onderaan op de balk. Dan gaan we kijken naar de reactievergelijking. We hebben koolstofdioxide, water, de zuurstof en de glucose. Koolstofdioxide is CO2, water is H2O, zuurstof is O2 en glucose is C6H12O6. Dan zie je al dat links en rechts iets niet klopt. Ja, de O'tjes komen ook niet overeen, links en rechts. En de H'tjes niet. We hebben links namelijk maar 2 haakjes en rechts 12 haakjes. Dus we zetten een 6 voor de CO2, een 6 voor de H2O en een 6 voor de O2. En dan zien we links en rechts van de pijl dus 6 C'tjes, 6 C'tjes, 12 haakjes en 12 haakjes en 18 O'tjes en 18 O'tjes. Dus dan klopt die helemaal. Licht- en actiespectrum. Waarom zijn de bladeren van een boom nou groen? De kleur die je ziet is het licht wat niet opgenomen wordt door het oppervlak. Dus, zoals we hier kunnen zien in de grafiek, we zien links blauw en rechts rood, dat zie je in het balkje daaronder. Je ziet chlorofiel, dat is de actieve stof die ervoor zorgt dat een fotosynthese plaatsvindt, dus dat het licht opgenomen kan worden, dan zien we dus, omdat die grafiek hoog is links, dat het blauwe licht goed opgenomen wordt, en dus rechts is die ook hoog, dus het rode licht ook. Dus die twee kleuren zie je niet, omdat die twee kleuren, die twee golflengtes, die worden dus opgenomen door het blad. Groen, daar is de grafiek heel laag. Dus die kleur kan een blad niet goed opnemen. En die golflengte en die energie, die weerkaatst dus op het blad. En dus zien wij het blad als groen en ook een klein beetje geel. Chemosynthese is iets anders dan fotosynthese. Het is wel ook autotroof. We hebben alleen geen zonlicht. Dus we hebben chemische energie nodig in plaats van lichtenergie. Van de zon, omdat bijvoorbeeld op de bodem van de oceaan daar is geen zonlicht. We hebben zwavelbacteriën, nitrietbacteriën en nitraatbacteriën. En deze kunnen dus ook glucose vormen.
de koolstofassimilatie. En dat is het doel. Het doel is om glucose te vormen. Want glucose kan een plant namelijk weer gebruiken voor andere processen waardoor een plant kan groeien. Het proces in een chloroplast, waardoor glucose wordt gemaakt, is dan ook wel de koolstofassimilatie. We zien hier dus weer die chloroplast. En dat zijn eigenlijk dus twee processen die plaatsvinden. Links zie je de lichtreactie en rechts zie je de donkerreactie. Je ziet hier wel de componenten die we al hebben besproken. Dus licht hebben we nodig. H2O, dus water, gaat erin. Zuurstof krijgen we ervoor terug. CO2 gaat erin en we krijgen dus glucose ervoor terug. We gaan hier in het volgende filmpje verder op in. Dus als je dit graag wil leren en ben je geïnteresseerd, kijk dan snel het volgende filmpje.